In deze les bekijken we hoe we waardes van een raster kunnen veranderen aan de hand van de rastercalculator, de zogenaamde recode. We hebben hier nog altijd een digitaal hoogtemodel van Gent. Digitale hoogte is uitgedrukt in centimeter. En we zouden graag alle waardes of alle cellen die lager zijn dan 10 meter een waarde 10 willen meegeven. En alle waardes die tussen de 10 en de 20 zitten 20 en alle waarden dus hoger zijn dan 20, een waarde 30. Dat kunnen we doen aan de hand van de rastercalculator. Want bij de rastercalculator kunnen we niet alleen een eenvoudige bewerking toevoegen, maar we kunnen ook voorwaarden gaan toevoegen. De eerste voorwaarde die we toevoegen is, digitaal hoogtemodel moet kleiner zijn dan 10 meter. 10 meter of in dit geval uitgedrukt in centimeter, 1000 centimeter. Die voorwaarde zetten we eerst en vooral tussen haakjes. Het is een voorwaarde, dus geen bewerking, het is een voorwaarde. En die voorwaarde geeft een 0 als ze niet uitkomt en geeft een 1 als ze wel uitkomt. Dus voor pixels die lager zijn dan 10.000, dan 1000 druk, geeft dit een 0 en voor pixels geeft dit een 1 en voor pixels hoger dan 1000 geeft dit een 0. Dus dan hebben we een waarde. Op dit moment hebben we dus een waarde voor elke pixel. Een 0 of een 1. En dan kunnen we bijvoorbeeld gaan vermenigvuldigen met 10. Maal 10. Dus hoogtes lager dan 10 meter krijgen een waarde 1 maal 10. Dus krijgen een waarde 10. Alle andere waardes krijgen een waarde 0 maal 10 blijft 0. We gaan dat even uittesten. Test 1. Oké. En oké. En dan zien we hier duidelijk dat we twee verschillende waardes hebben. Een witte en een zwarte. Het wit zien we... Sorry, ik sta nog op de verkeerde laag. In het wit zien we de waarde 10. Overal waarde 10. En het zwart heeft geen waarde meegekregen, eigenlijk de waarde 0, want daar kwam de formule 0 uit. Dus nu hebben we al de waarde 10, voor alle hoogtes tussen de 0 en de 10 meter. We zouden nu graag ook de waarde 20 hebben, voor alle waardes tussen de 10 en de 20 meter. Goed, geen probleem, we gaan terug naar onze rastercalculator en we vertrekken terug van ons gewoon digitaal hoogtemodel. Dus de eerste voorwaarde was digitaal hoogtemodel kleiner dan 1000. Die voorwaarde geeft dus een waarde 0 of 1. Maar dat moet niet 0 of 1 worden, maar 0 of 10. Vermenigvuldig dus met 10. Plus, en ik ga een nieuwe rij beginnen voor het gemak, om het overzichtelijk te houden, geef ik nu een tweede voorwaarde in. Digitaal hoogtemodel moet groter zijn. Groter zijn dan 1000. Of in het Engels is or, sorry, of niet, en, dus digitaal hoogtemodel, groter dan 1000 en kleiner dan 2000. Kleiner dan 2000 centimeter. Dus als die voorwaarde voldaan is, dan geven we dat de waarde 20. Hoogtes, bijvoorbeeld 15 meter hoog, dat is hoger dan 10 meter en lager dan 20 meter, krijgt de waarde 20. Even herhalen. Stel, we hebben een hoogte van 5 meter. Hoogte van 5 meter, deze voorwaarde is voldaan. Krijgt de waarde 1, maal 10 is 10. Deze voorwaarde is niet voldaan, krijgt de waarde 0. 0 maal 20 blijft 0. Dit was 10. Dit was 0, 10, plus 0 wordt 10. Voor een hoogte van 15 meter hebben we hier de voorwaarde is niet juist, wordt dus waarde 0, maal 10 blijft waarde 0. Deze voorwaarde is wel juist, krijgt dus de waarde 1, maal 20 krijgen we dus 20.
0 plus 20 is gelijk aan 20. Oké, we gaan dat even uitvoeren als test 2. 2. Oké, ik ga het even kopiëren met mijn toetsenbord. Ctrl-C. Oké, en nu hebben we normaal gezien twee verschillende waarden. Nu zien we hier niet direct. Even mijn kleurtjes aanpassen. Pseudocolor, min-max, laat. Tussen de 0 en de 20, die kleur classify. Oké. En nu zien we heel duidelijk twee kleuren. Waarde 10, waarde 20 en die waarde 0, omdat die hier de hoger dan 30 nog altijd aan, hoger dan 20 nog altijd aan gelijke voorwaarden voldoet. Oké. Geen probleem, we gaan een derde testje uitvoeren. We vertrekken nog altijd van hetzelfde digitaal hoogtemodel. In onze rastercalculator, ik plak even opnieuw de vorige formule. De derde voorwaarde nu toevoegen, plus, de derde voorwaarde was digitaal hoogtemodel, groter dan 20 meter of 2000. Voorwaarde tussen haakjes zetten en vermenigvuldigen met 30. Nu, als je die formule niet helemaal begrijpt, geen probleem. Dat is een manier om te gaan recoden. Hier de voorwaarde, vermenigvuldigen met de nieuwe waarde dat het moet worden. Plus, en dan weer de voorwaarde, vermenigvuldigen met de nieuwe waarde dat moet worden. Plus, en dan opnieuw de voorwaarde, vermenigvuldigen met de nieuwe waarde dat moet worden. Dus als je die formule niet begrijpt, geen probleem. Schrijf ze op en maak er voor de oefeningen uw eigen variant van. Nu, we gaan dit even ook testen, uitvoeren als een test 3. Oké, even copy-pasten. En we krijgen een testje 3. Even vlug de kleuren veranderen. En we zien nu heel duidelijk onze drie zones: 10, zone 20. En zone 30. Nu, het grote verschil tussen deze zones die we nu gemaakt hebben, deze klasses die we gemaakt hebben, en de manier van klasses maken aan de hand van uw kleuren veranderen. Kleuren veranderen konden we hier ook doen. Konden we hier kiezen voor discrete, dan hadden we hier klasses. Geeft een soortgelijk resultaat. Het grote verschil tussen dit en dit is dat we hier effectief de waarde in de cel hebben veranderd. Hier hebben we enkel waarde 10, enkel waarde 20 en enkel waarde 30. Terwijl hier, waarbij we enkel de kleuren hebben veranderd, hier blijven de originele waarden wel behouden. Hier hebben we nog altijd 797 enzovoort. Hier gaan enkel de kleuren een rol gaan spelen. De waarden in de cel blijven in dit geval behouden. Nu, een speciale manier van recoden is omzetten naar binaire rasters, maar die binaire rasters zien we in de volgende les.